Uh, nou, het was, het was voor mij uh, niet zozeer heel erg belangrijk of het de eerste divisie zou zijn of de eredivisie. Natuurlijk was ik ook heel erg teleurgesteld uh, uh, afgelopen zondag, omdat ik op dat moment al wist van de interesse van ADO. Uh, maar teleurstellingen horen nou eenmaal bij de sport. Maar het ging mij met name om uh, de ambitie van de club. En ik heb uh, meerdere journalisten uh, de afgelopen dagen uh, gehoord dat, dat Den Haag echt een sleeping giant is. En dat spreekt mij enorm aan om, om juist daar als trainer te beginnen en, en me daar verder te ontwikkelen als coach. En uh, ja, ik zie het als een enorme uitdaging om ADO terug te brengen waar het thuis hoort. En dat is in mijn optiek uh, in de eredivisie uh, en niet alleen in het rechterrijtje, maar denk ik ook in het linkerrijtje. En als ik daar als coach ja, mijn bijdrage aan kan leveren, uh, dan, uh, ja, dan pak ik dat met beide handen aan. Als je zeg maar een, uh, een finale zoals afgelopen zondag met penalties verliest, dan, uh, dan, dan geeft dat al aan dat er kwaliteit is. Uh, maar om de kans groter te maken op succes. Uh, en niet alleen ik wil graag uh, met ADO naar de eredivisie, maar mijn ja, doelstelling die ik heb meegekregen van de club is ook het promoveren na die eredivisie. Ja, dan zullen we op bepaalde posities moeten versterken. Uh, en dan, dan gaan mensen natuurlijk, of misschien jij ook wel direct vragen, heb je beloftes gekregen? Nou, ik heb in ieder geval het gevoel en het vertrouwen gekregen dat we er alles aan gaan doen om een zo sterk mogelijk elftal neer te gaan zetten. En daar zijn we eigenlijk al, uh, ja, uh, al mee begonnen. Dus we, we, we zijn al aan de slag. Om, um, om een goed elftal neer te zetten. Nogmaals, we hebben denk ik uh, in de selectie van ADO heel veel goede spelers. Uh, die wil je uh, uiteraard graag behouden. En waar we kunnen, willen we op bepaalde posities nog versterken. Maar daar gaan we de komende periode mee aan de slag. Aad de had een interview gegeven. Daar gaf hij een, een, als grapje van als uh, Dirk Kuyt uh, Aro net zo strak kan trekken als zijn gezicht. Dan moet het wel goed gaan komen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kan je er zelf om lachen? Of denk ja, nee, nou, je dat het iets nuttigs is? Ik, ik hou wel van de Haagse humor. Dus ik kan daar wel tegen. Alleen uh, die grapjes over mijn gezicht die zijn nu al meer dan een jaar uit. Dus ik kijk uit uh, naar de nieuwe grapjes.